Goedemorgen, mijn naam is Diego Raimondo Gomez. Ik ben buurtsportcoach bij Vlaarding in Beweging in de Westwijk. Het is nu vakantie. We zijn vooral bezig met VIP on demand. Dat betekent dat kinderen of ouders ons op kunnen roepen in bepaalde wijken. En wij gaan dan met diegene de sportspelletjes doen, of in ieder geval bewegen. Ik ben ook bezig met Vlaardingen e-sports. Dat betekent dat de sportvereniging, of in dit geval de voetbalverenigingen, de kracht van het gamen gebruiken. FIFA 19, dat is een voetbalspel. En wij daarbij gebruik maken van de voetbalvelden. Dus ze gaan voornamelijk spelletjes spelen vanuit het spel op het voetbalveld. En dat gaan we ook doen op de straatvoetbaldag. Dus zelfs met straatvoetbal kan dat ook. Waar ik trots op ben als buurtsportcoach is dat ik veel connecties heb in de wijk. Dat betekent dat ik met veel andere organisaties samenwerken, maar ook veel met mensen in de wijk bezig ben met bewegen. En die gaan mij steeds meer vertrouwen. Dat kenmerkt mij dan ook, want ik hou ervan om lekker actief te zijn, veel te praten met iedereen en zo goed je werk als buurtsportcoach te kunnen doen. Ik ben Anne-Marie en ik werk bij Vlaardingen in Beweging. Waar ik me vooral mee bezig hou is jongeren op gezond gewicht. Ik geef een paar uurtjes gymles in de week. Ik ben buurtsportcoach van de Westwijk. En ik houd me bezig met het project Ukkies in Beweging. En dat is voor de jongste jeugd in Vlaardingen. En waar we vooral in mei mee bezig zijn, is het Vlaardings Sportfeest dat op 31 mei gepland staat. Hier kunnen kinderen tussen de 2 en 8 jaar kennis maken met de verschillende sporten die in Vlaardingen actief zijn. En sportverenigingen die komen hun aanbod daar promoten. En zo maken we daar een heel leuk feestje van op 31 mei. Waar ik vooral trots op ben is het team van Vlaardingen in Beweging. We zijn met een team van 12 mensen en hebben we eigenlijk allemaal onze eigen kwaliteiten en bijzonderheden. En dat maakt dat het een heel sterk team is. En mijn kwaliteiten daarbinnen zijn denk ik vooral de details en het punctuele en alles in details uitwerken. Waarbij je soms andere collega's kan helpen. Goedendag, ik ben Pim en ik werk bij Vlaardingen in Beweging. Ik ben buurtsportcoach van Vlaardingen Centrum. En daarbij probeer ik zoveel mogelijk mensen aan het bewegen te krijgen. Ik organiseer bijvoorbeeld het apenkooien voor volwassenen. Daarnaast in de rivierenzone ben ik actief om zoveel mogelijk oudere mensen in beweging te krijgen. En ik geef ook nog bewegingsonderwijs bij de basisscholen of op basisscholen, voornamelijk in het centrum. Ik ben het meest trots op dat het bewegingsonderwijs in Vlaardingen steeds positievere vlucht lijkt te krijgen. Er wordt steeds meer op ingezet en dat komt dus ten goede voor de kinderen. En wat mij als buurtsportcoach kenmerkt is denk ik vooral dat ik met iedereen goed overweg kan. Ik zit regelmatig bij de gemeente om tafel, maar ook met schooldirecteuren, directeuren van maatschappelijke organisaties. Maar ook juist weer ouders van kinderen die dan om hulp vragen. En dat kenmerkt mij vooral. Ik ben Lucia van der Laarzen, ik ben buurtsportcoach in de Holy Noord. Ik hou mij onder andere bezig met het geven van lessen bewegingsonderwijs. Daarnaast ben ik betrokken bij het project Aangepast Sporten. Binnenkort start er een groep studenten en die gaat voor het project Grenzeloos Actief bij de verenigingen aan de slag in Vlaardingen, Maassluis en Schiedam. Om de verenigingen te ondersteunen en het aangepast sporten binnen hun vereniging meer op de kaart te zetten. Erg trots op ben is dat we als buurtsportcoach steeds meer bij verschillende initiatieven worden betrokken. En op die manier een goede bijdrage kunnen leveren aan verschillende maatschappelijke doelen. Ik kenmerk als buurtsportcoach is dat ik zelf erg sportief ben. Het zorgt bij mij voor leuke sociale contacten en ontspanning. Dit vind ik erg leuk en fijn. En dit wil ik graag overbrengen op anderen om hen ook op die manier te stimuleren om in beweging te komen.